Ik denk dat Zwarte Piet en racisme niets met elkaar te maken hebben, omdat Zwarte Piet in een veel oudere traditie staat. Die Zwarte Piet is in een periode van duizenden jaren ontwikkeld, onderdeel van een heel oude traditie die een heidense oorsprong heeft, die duizenden jaren oud is, die een christelijk sausje heeft gekregen. En die Sint-Nicolaas die had een duivelse knecht. En de mensen die dat verbeelden maakten hun gezicht dan zwart. Daardoor werden ze essentieel anders, een andere persoonlijkheid. En helemaal niet met enige gedachte aan Afrikanen of zo. Zwarte Piet ziet eruit als een soort schildknaap uit het verleden. Een jonge edelman die met de grote bisschop mee trekt. Dat is een soort eerder feodale verhouding die uit de riddertraditie komt, dan dat er sprake is van slavernij. Ze rijden ook allebei te paard in dat eerste boek. Dus daar is geen sprake van dat het de bedoeling is om zwart belachelijk te maken. En daarom denk ik ook dat de Nederlandse, de liefhebbers van Zwarte Piet, de voorstanders van Zwarte Piet, zo bijzonder boos gereageerd hebben op de aantijging van dat zij zich bezig hebben gehouden met een racistische praktijk. Ze zeggen, dit is geen racisme en wij zijn beledigd, dat accepteren wij niet. Ik kan me wel voorstellen dat iemand die uit de Verenigde Staten komt bijvoorbeeld, of uit Zuid-Amerika, uit een gebied dat heel erg door de Amerikaanse cultuur is beïnvloed, dat die Zwarte Piet zegt, wat is er nou beleven, dit is blackface. En zo lijkt Zwarte Piet in sommige opzichten niet eens heel erg op blackface-artiesten. Maar hij is essentieel iets anders. Hij betekent iets anders. Hij gedraagt zich anders. De straffer, de grappenmaker. Hè? Zwarte Piet heeft ook niet voor niks een vruchtbaarheidssymbool bij zich. Een roe en een zak. Dat hoef ik verder niet uit te leggen. De dingen hoeven niet te zijn wat ze schijnen. Blanke stammen maken zich zwart. En mensen met een zwarte huid maken zich dan wit, dan keren ze de wereld om. Dan worden ze figuren uit de andere wereld die de wereld van de mensen binnentreden en daar hun trucs uithalen, hun wonderen doen. Dus eigenlijk hebben wij meer met elkaar gemeen dan dat we verschillen. Ik denk dat dat zo is. Er zijn twee groepen op het moment in Nederland die Zwarte Piet proberen te kapen en te politiseren. En zo wordt Zwarte Piet van beide kanten kapot gemaakt. En zo zien we dat ook rond Zwarte Piet misverstanden ontstaan. En dat is een van de gevaren van deze tijd, dat we mekaars culturen niet respecteren, maar ook niet begrijpen. In de meeste discussieprogramma's, de meeste talkshows van de Nederlandse televisie zijn die hier voorgekomen. Het plaatsen van radicalen tegenover elkaar, dat het net geen oorlog wordt. Men wil botsing, dat is spannend. Het is een verkeerde vijand, het is een strijd op een verkeerd front.